Breda Nu. In dit programma besteden wij extra aandacht aan de kanjers van Breda. Namelijk jij, de inwoner. We zien hoe sommige inwoners nog hard aan het werk zijn en hoe anderen hun quarantainetijd thuis nuttig besteden. Samen vechten wij tegen dit virus. Dit zijn de vlogs van en voor de kanjers van Breda. Goedemorgen allemaal. Ik ben Ilona van der Meren. Ik ben verzorgd in G op het Elisabeth Suplu. En vandaag gaan jullie een dagje met mij meelopen in deze moeilijke tijden. Maar we maken er het beste van. Ja, we zijn nu onderweg naar het Elisabeth Suplu. Ik werk met 28 dementerende bejaarden. En zoals jullie al weten, van het RVM is besloten dat er helaas geen familie meer mogen komen. Daardoor zul je de rek ook zien als we aankomen. Dan hangen er alle informatieborden met dat familie helaas niet welkom is. Hierop hebben we wel bepaalde dingetjes aangepast. We doen nou videobellen met de familie. We houden ze extra op in contact met de bewoners in zoverre dat er mogelijk is. Ook hebben we een hele lieve activiteitenbegeleidster die de bewoners continu bezighouden. Maar ja, dat laat ik vandaag allemaal jullie ervaren en zien. En ik hoop dat jullie zo een beetje een indruk gaan krijgen hoe de ouderenzorg op dit moment binnen onze afdeling verloopt. We komen nu binnen in de organisatie en wat gelijk al opvalt is de handjes, alles om de hygiëne. Dat gaan we ook doen nu. Natuurlijk pas ik mijn maatregelen ook. En dat is, ik ga niet meer met de lift, maar met de trap. En ja, dat is voor mij goed, maar vooral ook alles om de bacteriën, althans de virus, te vermijden. En ja, vandaar de trap. Ik sta hier naast Helen. Helen is onze activiteitenbegeleidster. Ze doet al heel goed beeldbellen, wat ik al eerder had verteld. En wat doe je zo meer voor de bewoners, Helen? Nou, wij zijn heel actief, gewoon wel op de afdeling zelf. Nou ja, we hebben vanmiddag gegymd, zoals jullie kunnen zien. Verder zijn we heel actief op ons balkon, want we hebben viooltjes aangeschaft. Dus we hebben gewoon ons eigen tuintje. Kunnen de mensen ook nog heel even frisse lucht happen. Zijn ze allemaal heel blij mee. Verder doen we de krant lezen, want ja, we willen wel een beetje op de hoogte blijven. Niet al te lang en we hoeven niet alle berichten, want we weten het onderhand. Vanmorgen hebben we ook nog televisie gekeken. Kijken we oude afleveringen terug van bijvoorbeeld Op Volle Toeren. Hartstikke leuk. Giel Montagne met zijn snor erbij. En ook een beetje de dingen van alle dag. Hè? Bakken, koken. We proberen er gewoon een draai aan te geven. Zodat de mensen er eigenlijk niet hoeven te vervelen. En toch ook het stukje gemis van familie kunnen we natuurlijk nooit helemaal wegnemen. Maar die proberen we wel een beetje door ze bezig te houden, een beetje andere gedachten bij de mensen in de hoofd te krijgen, zeg maar. Een beetje afleiding. Kijk, super. En we hebben al vele tekeningen gehad, super geweldig, maar de kamers hangen vol. Zoals Helen al had benoemd, hebben wij een hele mooie balkon. Er staan al wat bloemetjes op, maar alle bloemetjes zijn zeer zeker welkom om het balkon op te fleuren. Waardoor heel de toren kan genieten van een mooie balkon. Ja, want Sageman, zet de bloemetjes buiten! Breda is in de ban van het coronavirus. Niets lijkt meer normaal. Straten zijn leeg, ziekenhuizen zijn vol. Iedereen moet thuiswerken. En ook school zijn de deuren dicht. Cafés zijn dicht. We kunnen niet meer naar NAC. Alles is anders dan normaal. Maar er zijn mensen die ervoor zorgen dat zelfs, ondanks dat alles anders is, dat de samenleving wel blijft draaien. Dat Breda blijft draaien. Dat zijn de mensen die het afval ophalen. Dat zijn de mensen die de paspoorten afgeven. Dat zijn de mensen die in het ziekenhuis werken. Dat zijn de mensen die in de bussen rijden. Dat zijn de mensen in de supermarkt
die ervoor zorgen dat we kunnen blijven eten. Allemaal mensen die ervoor zorgen dat in deze hele rare tijd, in deze hele onzekere tijd, Breda een stad blijft, die blijft draaien. Ik ben apetrots op die mensen en vooral heel dankbaar. Want zij zorgen ervoor dat Breda Breda blijft. Ja, we gaan zo dadelijk met een aantal bestuursleden van de actiepostvereniging gaan we richting Westerwiek. We gaan alle verzorgers en alle bewoners van het verzorgingshuis Westerwiek gaan we natuurlijk, omdat Pasen voor de deur staat en een hele moeilijke tijd, gaan wij alle bewoners en iedereen die daar werkt een paasgedachte, dus de paasuitjes, gaan we uitdelen. Althans uitdelen, de verzorgingspersoneel deels natuurlijk, wij mogen verder hier binnen, we gaan ze alleen afgeven. Dus daar, wij dachten als NAC supportersvereniging dat dit weer een hele leuke geste is in deze hele moeilijke coronatijd. Bewoners die de kinderen niet meer zien en ook heel lastig natuurlijk is met kleinkinderen, met Pasen. Dus vandaar dat wij dachten van nou jongens, daar moeten we voor de Westerwiek moeten we iets voor doen. Meneer, mag dat dan? Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, zo leuk. Super, echt. We hebben het voor bewoners en met een ander kaartje dan. Breda Nu.